Hoi, ik ben Aart en in deze video leer ik jou Make It a Memory van Danny Vera en Cresip. Ja, lekker liedje. Nieuwe van Danny Vera weer en Cresip natuurlijk. Mooi nummertje. Klinkt super lekker. Lekker easy going. Leuk om te kunnen op gitaar ook. Ik doe hem met capo 2 en er zitten een aantal interessante akkoordjes in en die gaan we eerst eens eventjes doornemen. Je hebt sowieso de D/Vies, nou, dat is de D en dan zet je je duim erbij op de dikste snaar, vakje 2. Dan heb je een mooie laag stukje erbij bij de D, dus klinkt altijd heel lekker. Maar sommige leerlingen die vinden het heel lastig om dat te pakken. Dus als jij dat ook niet voor elkaar krijgt, dan is het ook geen probleem om gewoon de D te spelen. Maar als je het wel mee kunt pakken, dan is het top. Je zou hem ook nog zo kunnen doen dat je alle vingers doorschuift. Dan heb je hem ook, hoef je je duim niet te gebruiken. Maar dat is ook een hele lastige om over te pakken. Dus ik zou of dit doen, met duim, of gewoon de D. Dan hebben we G. Mag je met twee vingers onderin pakken die G. Mag ook gewoon met één onderin, wat jij mooi vindt. Een B minuut 7, dat is wijsvingervakje 2 van de tweede snaar, middelvingervakje 2 van de vierde snaar, ringvingervakje 2 van de zesde snaar. Een A. En ook een A dus 2 verderop. Dat is een A, maar dan zonder de ringvinger. En verderop staat ook nog A dus 4, als je goed kijkt. Als je nou denkt van waar heeft hij het over? Je kan de bladmuziek downloaden. Die zit in de beschrijving. Dus daar kun je alles even checken. Dan kun je met me meekijken en dan kun je het liedje lekker gaan spelen. Oké, dat zijn een beetje de aparte akkoorden. Volgens mij moet het goed komen. We gaan even kijken naar het slagje. Je hebt die D/Vies. Laten we die eerst even pakken en dan heb je het slagje neer, neer, op, neer, op. En dat is hoe ze hem doen. Dus dat kun je zo doen. En wat belangrijk is, is dat het volgende slagje, als je hem hebt gedaan, komt hij er meteen achteraan. Er zit geen pauze tussen. Dat is. Ik speel even nu de tweede helft van het couplet. Dit was eigenlijk of het intro of de eerste helft van het couplet. En dan kun je ook zien hoe dat gaat met de A6 2. Kom je in het refrein terecht en daar heb je iets andere akkoorden, maar eigenlijk ook helemaal niet moeilijk. Let even goed op het aantal maten, want in de tweede regel zitten maar twee maten en in de onderste regel, de vierde regel, zitten zes maten. Nou, daar moet je even goed op letten, maar voor de rest komt dat goed. Ik denk dat de rest van het liedje is gewoon herhaling, dus dat gaat helemaal goed komen. Nog even wat extra dingetjes. Wat ze eigenlijk doen in het liedje is ook wel wat met tokkelen. En dat kun je met plectrum tokkel doen. Zoiets zou je kunnen doen. Dat is wat zij ook wel gebruiken. Best wel lastig om dat te doen. Dat is een beetje een basis tokkel wat je kan pakken. En dan kun je dus pakken de dikste, de derde, de vijfde en dan 4, 3, 4. Dus 1, 3, 5, 4, 3, 4. En dat doe je op G ook. Bij de B mineur 7 telt de dikste snaar niet mee, bij de A ook niet. Dus daar kun je dan hetzelfde doen, maar vanaf de tweede snaar beginnen. Dus 2, 3, 5, 3, 4, 3, 4. Dat is wel mooi om te spelen, probeer dat maar. Het is wel lastig met plectrum. Het is ook belangrijk om neer, neer, op, neer, op te doen met je plectrum. Best ingewikkeld,
Maar als dat niet lukt, pak je gewoon de slag en dan heb je ook het liedje helemaal mooi te pakken. Succes ermee, ik hoop dat die lukt. En ja, als het niet lukt, laat het even weten. Dan ga ik je verder helpen en ik zie je dan weer in de volgende video. Hey, heb jij al een abonnement op deze leuke vet? Krijg je hier. Ja, het abonnement dan, hè? Niet deze vet.